Ik moet zeggen dat ik zelden zo'n goed gemotiveerde uitspraak gezien heb. Ja. Dus het idee Waarom? dat de Wat rechter. maakt hem zo goed gemotiveerd? Nou, kijk, op zich gaat het niet eens over de hoeveelheid tekst, want het is een uitspraak met gigantisch veel tekst. Maar het gaat er wel om dat de rechter laat zien waar hij allemaal naar gekeken heeft. Stap voor stap wordt dus een orde gegeven over verschillende rechten waar naar gekeken zouden moeten worden. Ja. Uiteindelijk zegt de rechter terecht, kijken naar ook internationale uitspraken, dat zoals het nu gaat, niet geheel kan. Het komt er eigenlijk op neer dat hij niet zegt, of dat de rechtbank niet zegt, dat er geen zwarte pieten meer mogen zijn bij het Sinterklaasfeest. Maar er moet in ieder geval opnieuw geoordeeld worden hoe je dan de rol van de Piet gaat invullen. Ik bedoel, zet je een paar blanke pieten ertussen, een paar Chinese pieten ertussen. Laat je de Piet iets minder domme handelingen verrichten, bij wijze van spreken. Daar gaat het uiteindelijk om.